Soldaten, ik heb een hele weekendleague lang met Cristiano Ronaldo en João Félix in de punt van de aanval gespeeld. Wat een ongelooflijk lekker Portugees duo is dat. In deze video gaan we kijken naar weer alle potjes die ik heb gespeeld gedurende de weekendleague. En natuurlijk, ik ben geen e-sporter, mijn gameplay is niet altijd super ziek, maar het is wel weer veel actie. Gekke huis, een paar idiote momenten. Het zijn comebacks, winning streaks, het zit er allemaal in. En als je het nu al leuk vindt, dan like hem vooral. Gaan we snel beginnen met het kijken naar de beelden. De kans is groot dat je ergens in mijn afgelopen twee video's dit elftal al voorbij hebt zien komen. Het is een beetje puzzelen met de linkjes, want Khedira staat op 7, Marquinhos op 8. Shevchenko, waarvan je misschien denkt van, oh wat leuk dat je daarmee hebt gespeeld. Ik heb er volgens mij de eerste 9 potjes mee gespeeld, maar toen besefte ik me dat het gewoon niet werkte. Ik moest even nadenken van hoe leg ik dit uit. Kijk, hij scoort de allereerste goal van deze weekendleague. En het leuke is ook, hier zag je in dit doelpunt van oké, hij had de snelheid om los te breken. Hij had het schot om te scoren. En trouwens, dit was een buitenspelgoal, maar kun je zeggen van Stijn, waar slaat dit op? Ik wilde dit even erin stoppen, dit is gewoon buitenspel, onzin, waar is de VAR? En dan verlies je de eerste wedstrijd, terwijl de blessuretijd al afgelopen had moeten zijn. Heel pijnlijk. Het was buitenspel en de scheidsrechter had kunnen fluiten, 0-1. Maar dus Shevchenko, kijk, hij is gewoon niet het complete plaatje zoals Ronaldo. Want hij mist dingen, hij kan niet pasen, hij kan niet fluweel dribbelen, zeg maar. Hij heeft gewoon geen skill moves en het is gewoon heel erg lastig om daarmee overweg te kunnen. Natuurlijk, hier scoort hij weer. Op het begin ging het allemaal wel, we pakken hier de eerste racequit, maar ik speelde hier 4-2-2, Sheva, Ronaldo in de spits, João Félix op linker cam. Dat heb ik dus aangepast naar gewoon weer de 4-4-2 tussen haakjes 2, mijn soort van vertrouwde opstelling, met dan uiteindelijk weer Ronaldo en Félix in de spits, wat ook ongeveer het idee was van tevoren. Maar kijk, Sheva kan niet aan de zijkant, dus die moest in de spits. En toen dacht ik van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik wil gewoon Félix daar hebben. Dus Sheva ging er op een gegeven moment iedere keer uit voor Ansu Fati. Hoe dit een penalty is, mag je zo weten. Maar een panenka van Cristiano Ronaldo. En zo winnen wij hier met 3-1. Gaan we 2-1, komen meteen een PSV-fan. Een paar Nederlandse spelers erin en kijk, ik had best wel problemen, heel eerlijk. In het begin van deze weekendleague kon ik gewoon, random goal dit, niet helemaal mijn manier van spelen vinden. Ik weet niet wat het was. Trouwens, dit is echt ongelooflijk. Corners met Ronaldo is een cheat code. Oblak trouwens, dit is, laten we dit heel snel vergeten wat hier gebeurde. Maar gewoon iedere corner aimen op het koppie van Ronaldo. En ja, dit ook weer lekker via de onderkant al binnengevuurd. Maar als die bal terechtkomt bij Ronaldo en zijn hoofd, dan knikt hem iedere keer binnen en dan scoor je weer. Hier trouwens minuut 87, João Félix met dus de 4-3. Winnen we van Jesse Derksen, zie ik bij zijn gamertag staan. Gaan we 3-1, komen we tegen een redelijk team. Ik had best wel een beetje een variatie van een aantal echt hele zieke teams die ik tegenkwam. En een aantal, nou toch best hele matige teams. En weer een corner met Ronaldo, die staat daar, die knikt binnen. Ja kijk, Ronaldo, wat moet ik ervan zeggen? Hij is belachelijk goed. Weet je, die speler is zo compleet in alles wat hij doet. Trouwens, een lekker goal is weer van Félix hier. Maar ja, weet je, deze eigen goal is ongelooflijk. Kijk, zelfs het overstapje van Ronaldo. Gewoon 3000 IQ en dan hier de goal van Ansu Fati. Waarmee het 3-3 wordt. Een van de weinige verlengingen die ik speelde in deze weekend league. En natuurlijk weer Ronaldo die dan daar staat en scoort. Ik heb heel veel goals gemaakt met Ronaldo. Ik ga nog niet zeggen hoeveel goals ik uiteindelijk heb gescoord. Maar het waren er heel erg veel. Ook een paar assists. En gewoon dat duo, weet je. Félix, Ronaldo, allebei de 5-6 skills. Ik heb een beetje geleerd om iets effectiever de Elastico te gebruiken. Die best wel overpowered is als je hem net echt goed gebruikt. En sowieso, ik doe dus echt best actief mijn best om beter te worden in dit spel. Dat zie je niet altijd terug. Dat klopt, want hier verliezen we weer. Maar ik probeer gewoon, zeg maar, de skill moves te leren die echt werken. Dus hè, de schaar, croquetas, akka's, de elastico en verder. Nou, rainbow flick werkt echt lang niet altijd, maar vind ik gewoon een hele vette skill move. We verliezen met 1-0 en zo ga je dus 4-3. En dan kun je wel skill moves aan het leren zijn en al die onzin. Maar als je hier 4-3 staat, ja, dat is niet lekker. Kom je weer 1-0 achter. En dan moet je aan de bak, maar dat kunnen we hier. João Félix houdt het balletje bij zich. Weer een bizarre penalty, echt. Sowieso die scheidsrechters in dit spel, ik weet niet wat er gaande is, maar letterlijk, je hoeft maar een heel klein beetje aangetikt te worden. En je speler hoeft niet eens te vallen en dan is het een penalty. Nou, we staan inmiddels op 2-1 voorsprong.
Maar dan is daar Silva, wordt het 2-2. Nee, 3-2 achter. Had ik nou een goal gemist? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, João Félix scoort. En ik weet niet, had ik nou een goal gemist in de editing? Of was ik gewoon niet aan het opletten? Ik ben het even kwijt. Maar, laatste minuut. Cristiano Ronaldo. 4-3. En zo winnen we. Wel eigenlijk jammer dat ik iedere keer die celebrations eruit moest knippen. Want iedere keer die sui, zeg maar. Of dat hij dan voor zo'n camera, zeg maar, zo gaat staan, Ronaldo. Vind ik gewoon lekker, weet je. Echt ziek is dat. En ja, daar betaal je toch 1,3 miljoen voor. Prachtige goal weer van João Félix. En ze komen hier op gelijke hoogte. Zitten wij weer in minuut 90. Who else, hè? Cristiano Ronaldo. Ik heb trouwens zijn Team of the Season in FIFA 19 gepakt. Dat waren ook leuke tijden. En sindsdien helemaal niet meer Ronaldo gebruikt in FUT. En ik vind het geweldig dat hij weer terug is. Deze goal trouwens ook. Fijn dat er dan een speler op de lijn staat die dan vervolgens gewoon niks doet. Maar nou, we komen er doorheen met Ansu Fati. Die kiest even voor een beetje een omweg. Maar Félix die denkt dan van, nou, dat doe ik gewoon zo. Vuurt met een kruising. Het is wel grappig, want echt bijna, nou, wat zal het zijn, 90%, 95% van de goals die ik dan maak zijn of Ronaldo of João Félix. We verliezen wel op een beetje een lullige manier. En van de eerste 10 wil ik er eigenlijk 8 winnen. Dan heb je er 6 gewonnen. Ben je niet tevreden? Heb je hier een soort van kit clash in deze wedstrijd? Maar Ronaldo die nou, ziet maar één ding en dat is de goal. Lekker lopje. Marquinhos heeft 100 shot power. Schiet hier weer een lekker doelpuntje binnen. Dan valt dit allemaal weer net goed. Oblak. Ja, Oblak vind ik echt heel raar af en toe. Oblak heeft echt een paar zieke reddingen. Gewoon iedere weekend leek zijn er een paar van die wedstrijden dat hij echt bal na bal na bal pakt. Weer een corner trouwens met Ronaldo. Maar ik heb ook dit weekend weer een paar potjes gehad dat ik echt bij mezelf dacht van, hoe kan die Oblak bijna 200k zijn? Dat hij echt zo'n rare dingen doet. Maar dat zie je dan dadelijk allemaal nog voorbij komen. We winnen met 5-2. En schuiven we dus 7-4. Nog steeds absoluut niet tevreden over. Mocht je nieuw zijn op het kanaal. Mijn doel is ieder weekend goud 1. En uiteindelijk moet ik dat gewoon consistent halen. En dan pushen voor 1 keer. Of vaker Elite 3. Maar laten we beginnen met 1 keer. Hier winnen we 2-0 race quit. Is altijd lekker, hè? Een paar van die race quits tussendoor. En zo nou, gaan we lekker weer verder. Komen we tegen deze jongen, heeft Emerson non-rare breaksback. En dan weet je dat het eigenlijk ja, gewoon een feest is. Want dan ga je gewoon scoren natuurlijk als je zo'n speler tegen hebt. Maar niet te vroeg juichen, want we krijgen hier gewoon weer een hele goedkope penalty tegen. En dan kan ik je verklappen, wordt het 1-1. Hij schiet door het midden met Timo Werner. Wij hebben Cristiano Ronaldo en zijn Rainbow Flick. Ja, dit is gewoon genieten. Ik weet dat die Rainbow Flicks echt niet altijd kunnen. Trouwens, dit is ook weer een hele rare voorzet die dan binnenvalt. Maar die Rainbow Flicks, jongen, af en toe moet je het gewoon proberen. En als hij dan goed valt, Dan is het lekker en heel erg chill. 3-2 gewonnen. Door uiteraard weer een laatste doelpunt ook van Ronaldo. Komen we tegen Rick United hier met Neymar en ook Ronaldo. Dus zeker geen misselijk team. Cristiano legt terug op, wie was het? Ik heb geen idee, maar Shevchenko scoort. Terwijl ik hem gewoon eruit had gewisseld. Maar het was nog geen pauze geweest. Hij kreeg daar een penalty. Oh, ik had per ongeluk de penalty nog niet ingedaan. Oké, dat is heel fijn. Mijn editing is niet altijd top, maar ik kreeg een penalty tegen die hij scoorde. Geen idee, misschien kan ik hem nog ergens erin plakken of zo. We gaan het allemaal meemaken. Hij scoort hier de 3-1. Wij verliezen van Rick en ja, dat is pijnlijk. 9-5. Kom je weer tegen een Mbappé en een paar freeze kaarten. Dus ja, wat ik zeg, best veel mensen nu hebben gewoon... trouwens, dit ook. Leg het me uit, spel, wat is dit? Dit is een e-sport, hè? Ik kom gewoon uit, Oblak die denkt van, nee, ik heb geen hoofd, ik kan niet koppen, ik kan niet springen, ik doe niks. Maar je komt echt vaak tegen mensen die dan, ja, misschien in zekere zin hetzelfde als ik, één echt gekke speler hebben, hè? Ik heb dan Ronaldo, maar je ziet heel vaak mensen die dan of hè, Neymar hebben, of Mbappé, of een keer een Messi en zo. Want dit soort teams heb je ook wel eens, hè, van die teams die redelijk gewoon gebalanceerd zijn. Dus hè, overal enigszins goed, maar ik word dan toch gewoon bang als ik echt tegen één echt bizarre kaart kom. Wat ik trouwens hier aan het doen was, ik ging een potje spelen terwijl ik heel erg boos was. Even een aanrader, doe dat nooit, want ja, komt 3-0 achter na 25 minuten. Ronaldo scoort 3-1 en nou, dan weet je dat het lastig gaat worden. Maar weer een prima assist, João Félix, 3-2. En gaan we dan de remontada compleet maken? Nou, prima paasje van Félix. Ronaldo, die scoort 3-3. Dan is het nog altijd de reguliere speeltijd. Komt hier Marquinhos door, precies het paasje op tijd. En dan gaat Ronaldo rennen. Kunnen we hem afgeven op Marquinhos? Maar we kunnen ook doorlopen. En dan Verhoek, doelpunt, 4-3. Heerlijk. En nou, uiteindelijk gewoon een goede comeback. Denk ik 3-0 achter heel snel. En dan weer het verstand even op 0. Voor helemaal rustig aan. En gewoon weer vol die focus. En gewoon weten dat je kunt winnen. En ja, zo zie je, dan win je ook. Hier weer een circus doelpunt, 1-0 achter.
Alles Santrini blijft ijskoud hier. En die finesse hem lekker in de verre hoek. We gaan trouwens 10 om 6 inmiddels. Nog steeds geen score waar ik blij mee ben. Oblak die weer aan het klooien is. Dat is echt ongelooflijk. 2-1 achter. Cristiano Ronaldo. Nou, dat doet hij helemaal prima. Balrolletje hier, balrolletje daar. En dan anders Santrini. 2-2 is de 20 verlenging. Dat is lekker. Even een elastico met Joao Felix. En ik deed een fake shot. Maar die fake shot, die cancelde ik weer. Dat is heel bijzonder. Het was niet de bedoeling. Of zo. Ja, trouwens, het was wel de bedoeling. Maar hoe het uitpakt, het zag allemaal een beetje bijzonder uit. Maar het ging goed en hij vuurde hem in de kruising en ik won. Dit is een heel erg mooi doelpunt van mijn tegenstander. Credits naar hem. Ronaldo met een schaar die trouwens zo overpowered is, die skill move. De schaar echt, als er één skill move is, naast dan de simple, de ball roll, de dragback, al die dingen, waarvan ik zou zeggen van die moet je kennen, is de schaar. Want iedereen kan de schaar als je even een beetje oefent. En je ziet het hier ook weer. Je pakt gewoon 3 man met 1 schaar. Dat gaat helemaal nergens over. Dus staat er 2-2. Komt hier Timo Werner erdoor. Nou, scoort het 3-2. En dan weer verloren. 11 om 7. En dan kom je tegen Pelé, Neymar en Eschen Kanté. En hij heeft ook nog Zaha. Die dan, Oblak. Wat was Oblak aan het doen deze weekendling? Ronaldo daarentegen knikt weer een corner binnen. Dat is gewoon routine geworden. Staat het 1-1. Komt hij er doorheen. En was dat Pelé? Ik denk het wel. En het staat hier 3-1. En wat was ik nou weer een goal vergeten? Mijn editing was zo ongelooflijk triest. We stonden 3-1 achter. Ik scoor hier in de laatste paar minuten via de paal de 3-3. En kom je terecht in de verlenging. Joao Felix. Ronaldo is gewoon sneller dan zijn directe tegenstander. Wordt het 4-3 in de verlenging. Is het nog niet klaar? Geweldige paas binnendoor van Joao Felix. En dan hebben wij onze Mitchell van Bergen. Die er 5-3 van maakt. En dan weer gewonnen. Werd ook wel de tijd om nou een beetje weer de goede kant in te gaan. Kom jij tegen Ronaldo en Figo en Aubameyang ook nog. Fake shot, Varane, terug naar Frankrijk gestuurd en dan sta je 1-0 achter. Hebben wij hier Cristianootje. Even een overstapje en schiet binnen. Allemaal hartstikke goed. Uit de corner dan hier Joao Felix. Klein skill move weer. 3 man het bos in. Sta je 2-1 voor. En dan begint het er aardig op te lijken. Dit is heel irritant. Net als jij wil gaan wisselen, dan scoort hij. Ik ga hier niets van... Daar ga je wel iets van zeggen. Kijk... Dan denk je misschien van, wat doe je? Maar hij schiet die bal naar voren. En kijk, hij scoort. Maar ik dacht dus dat ik mijn CVM bestuurde. Dus ik wilde instappen. Weer fijn dat Oblak een bal lekker naar de zijkant duwt. Ik wil instappen met die CVM om die bal te onderscheppen. Blijk ik Koundé te besturen. En staan al mijn CVM's gewoon voorin. Valt er een gat. Verlies je de wedstrijd. 12 om 8. Waarschijnlijk denk jij ook van, hoe is deze man überhaupt FIFA-YouTuber? Maar we komen terug weer van een beetje een dipje, zeg maar. En we gaan de wedstrijd winnen. Joao Felix, dragback. Akka, alles, boom, goal, lekker. Sta je 2-0 voor en dan is het weer tijd voor een corner. Ronaldo knikt binnen. Dat houdt niet echt op, zeg maar. Memphis, beetje geluk hier en daar. Maar ik wist hier dat het allemaal niet meer echt fout kon gaan. Of het mocht ook niet fout gaan. Dat ging het ook niet, 3-2 gewonnen. Dus, weer een win gepakt. 13 om 8 komen wij tegen Alessandro Del Piero. Die vorig weekend volgens mij de goal maakte waardoor ik niet goud... Inhalen. Was dat zo? Volgens mij was dat ja, ik dacht het wel. Scharen van Joao Felix, Verhoek. Kom je verder voor 2-0. Goedkope penalty, of tenminste goed. Dit was misschien wel terecht. Hij schiet een volgende kruising. Dat was wel aardig. En dan hier, laatste minuut. Ronaldo, mijn tegenstander, had toen zoiets van, je bent zo aardig, ik gun je nog 2 goals. Misschien wel dat hij langer in de video zit met zijn gameplay. Dus tegenstander, dankjewel jongen voor de 2 hele genereuze doelpunten. En zo winnen we hier met 5-1. Van een Napoli logo. 14 om 8 komen we tegen een beetje een random team. Hij had Messi, Felix, Seedorf, Campbell uit de Base Icon SBC. Of uit de swaps kan ook. Aanname van Ronaldo is top. Schiet binnen. 1-0 voor binnen 4 minuten. Joao Felix een beetje toveren met de bal. Hier ook weer een goedkope penalty. Die blijven maar vallen. Ik heb ook weer die penalty er niet. Oh, jezus, echt. Mijn editing is zo triest. Ik ben echt veel beelden vergeten. Ik ga nog proberen al die beelden erin te plakken als dat lukt. Hij krijgt rood. En racequit dan vervolgens. Echt ongelooflijk. Dat is de eerste keer dat ik dat heb. Maar ik heb al die beelden in één avond geëdit, zeg maar. En dan ben ik gewoon een paar van die clips letterlijk vergeten. Maar ik probeer nog wel even een beetje erin te plakken. Misschien dat ik even dan mijn cam even eruit haal. En dan die clip erin zet. Ik ga het allemaal dadelijk bekijken. Is weer een leuke uitdaging voor mij. Kom je 2-0 achter, maar het houdt niet op, want hij blijft doorgaan. Dit is een beetje een déjà vu van de wedstrijd die we net hadden, toen we ook 3-0 achter stonden binnen 25 minuten. Nu 3-0 achter binnen 33 of 34 minuten. Cristiano Ronaldo, zijn keeper zegt gewoon van, score maar een goal, dan doen we dat ook.
penalty. Ja, weer een penalty. En dan moet je scoren. Score je ook Panenka, Ronaldo. Gewoon lekker rustig blijven. Dit was weer zo'n 3000 IQ play. Hij denkt dat ik ga schieten. Doe ik niet. Ik pas hem op João Félix. En zijn man, de man die Félix aan het dekken was, liep weg bij Félix. Ik kon scoren. Ik score weer in de 87e minuut. 3-0 achter. Helemaal omgedraaid. Binnen de 90 minuten 4-3 gewonnen. Godenzone, een Ajax-ziet. Nou, dan ben je extra gebrand om te winnen. Hij had rode Ronaldo in de spits staan. João Félix komt er doorheen. Pikt even de onderkant van de lat mee. Komen wij hier 1-0 voor. Paasje op Ronaldo. De assist van het weekend. Hij doet een omhaal. Maar hij paast hem niet met de omhaal. Maar hij paast hem met zijn hak of zo. Heel erg knap was dat. Hier Cristiano'sje weer. 3-0. En dan laten wij deze tegenstander race quitten. 17-8 komen we tegen een of andere hybrid held. Freeze Hazard in de spits staan. Alessandrini, paasje op Félix. Félix die houdt even in. Houdt nog een keer in. Houdt nog een keer in. Besluit nog een keer in te houden. Houdt er nog een keer in. Roulette. Verre hoek 1-0 voor. Nou, dat moet kunnen. Dit is Alessandrini. João Félix was zijn wedstrijd. Scoort weer 2-0. En kan dat niet meer misgaan. Oké, hij scoort nog één doelpunt. Maar het was een consolatiedoelpunt. We winnen met 2-1. En dan weet je dat je nog 4 wedstrijden hebt. 2 ervan winnen. En je hebt dan gewoon goud ingehaald. Wat ook mijn doel is. Dit was heel erg fijn. Hij ging een beetje klooien met de bal. En dan valt hij precies goed voor Llorente. Scoort hij de 1-0 binnen 2 minuten. Kijk even naar de tijd op langs het scorebord. Dit is gewoon rust. Scheids, fluit alsjeblieft af. Dan zul je net zien dat hij dan scoort. Messi was echt on fire. Schiet hem in de kruising hier. Krijgt hij een vrije trap. Ik sta op de lijn. Jankt hij ook die bal in de kruising. 4-0 achter. Ja, en hier Koundé. Wat doet hij? Ik weet het niet. Williams houdt ook Varaan van zich af. Om Oblak 1. We staan 5-0 achter. Fantastische wedstrijd. João Félix houdt even in. 5-1. Is het dan comeback tijd? Nou, misschien een klein beetje. Goeie actie van Félix. 5-2. Gaan we gewoon door. Weer een penalty. We kregen vrij veel penalties. Ronaldo achter de bal. Weer een Panenka. Nee, deze keer niet. Hij schiet hem precies in de verkeerde hoek eigenlijk dan voor zijn keeper. Maar goed, hij wint hem dus. Hè. De winnaar vertelt het verhaal. Hij mag tevreden zijn met tegenstander. Komen we tegen Cruyff en Maradona. Samen in de spits. En hij had ook nog net verder bij staan. Reboundje van Félix. En dan sta je 1-0 voor. Gaat het langzamerhand de goede kant op in een must-win wedstrijd. Cruyff krijgt de bal vanuit een onmogelijke hoek in. Heeft hij weer de bal met Cruyff. Geeft hem op Maradona. Schiet hij de 2-1 binnen. En dan is Pluisje hier weer. Een beetje klooien. En dan Alessandrini volgens mij. En dan wel nog een akker met Ronaldo. Kunnen we nog een doelpunt maken? Het is een beetje zoeken waar de ruimte ligt. Ronaldo is een beetje aan het pielen, zeg maar. En de bal komt bij Van Bergen. Maar het ging fout. Want uiteindelijk valt er nog wel een goal. Maar aan de verkeerde kant verlies je met 4-2. En dan heb je in één keer 2 op rij verloren. Weet je dat je de laatste 2 allebei moet winnen? Kom je tegen dit elftal met een Nani voorin. Weer een kit clash hier. Heel erg chill is dat. Of tenminste, dit is een soort kit clash. We komen snel op 1-0. Dan weet je, dit kan niet fout gaan. Ofwel, het bleek best wel een skiller te zijn, deze man. En het doet pijn. Ik ga het je verklappen, ik heb goud 1 niet gehaald. En ik vind het zo verschrikkelijk om deze video's te maken als ik dan zo'n eindscore hier presenteer. 18-11, 2 winnen van de laatste 4 klinkt als een heel logisch iets, of dat moet gewoon kunnen. Maar dan verlies je er 3 op rij. Ik had er 6 op rij gewonnen, 6 op rij gewonnen, 3 op rij verloren, 18-11, goud 2. En dan ga je weer huilend naar bed wanneer, maar dat is zo echt volgend weekend. Mag het niet misgaan. Volgend weekend moet ik gewoon goud 1 halen. Want ik heb Cristiano Ronaldo die 40 goals heeft gemaakt. Deze weekend liggen. En ook nog best wel veel assists heeft gegeven. Een stuk of 15 of meer, weet ik niet. Maar 18-11. Nou, uiteindelijk niet tevreden. Dus wederom een pijnlijk einde aan mijn weekend league. Ik lag nu wel, maar op dat punt was ik redelijk triggered, zeg maar. En dat is ook een beetje de reden waarom ik tegenwoordig niet meer mijn weekend league stream. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Like hem als je het leuk vond. Volgend weekend gaan we knallen. Dat zei ik vorige keer ook, maar nu meen ik het serieus. En ik moet even kijken of ik het team nog een beetje aan kan passen met de tactics en alles. En weet je, we worden steeds beter, denk ik, hoop ik. En het is een beetje geluk hebben met de matchmaking en zo. Maar oké. Komt allemaal goed. Dankjewel weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Hey, houden we.